Sluifverbruik. Het is een term die je misschien wel kent. Het betekent dat je apparaten toch stroom verbruiken, ondanks dat ze op stand-by staan of zelfs helemaal uit. En dat kost meer euro's dan dat je misschien denkt. Met een slimme stekker heb je meer grip op dit sluifverbruik. In deze video leg ik je uit waarom. Voorbeeld. Je kijkt 2 uur per dag tv en 1 uur per dag zet je de PlayStation aan. De overige 21 uur gebruik je deze apparaten dus niet. En het sluifverbruik van deze apparaten loopt al op tot 100 euro per jaar. Vergeet dus niet om altijd je apparaten volledig uit te zetten en niet alleen op standby te laten staan. Een slimme stekker kan je hier een handje bij helpen. Deze schakel je bijvoorbeeld op afstand uit. Handig wanneer je onderweg bent, naar je weekendje weg en je niet meer zeker weet of je de televisie hebt uitgezet. Een andere manier om te besparen met een slimme stekker is om je apparaten te bedienen volgens een schema. Werk je bijvoorbeeld alleen tijdens kantooruren en gaat de televisie pas na het eten voor het eerst aan? Stel dan een automatisch schema in dat je apparaten alleen aanstaan tussen 7 en 10 uur. Dat scheelt je gegarandeerd al 21 uur per dag aan sluitverbruik. Hoeveel je uiteindelijk in totaal gaat besparen is een beetje afhankelijk van je eigen verbruik en jouw apparaten thuis. Maar een slimme stekker neemt alvast wat werk van je uit handen en heb je al voor zo'n gemiddeld 30 euro per stuk. En stel je stelt dus inderdaad zo'n schema in die dus 21 uur per dag je apparaten volledig uitschakelt, scheelt het je al bijna zo'n 100 euro op jaarbasis. En de aanschaf, die heb je er dus al in het eerste jaar uit. Voor nog meer bespaartips kijk je op koebloe.nl/energiebesparen. En als klant van Koebloe Energie krijg je nog eens extra korting op energiebesparende producten.